Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Gratis Apps. En dit keer gaan we weer een Disney app doen, net als de vorige keer toen we Frozen deden. Gaan we dit keer Wonderball doen. Wat het inhoudt, dat zie je na de intro. Okay, people, let's go to work. En we klikken het icoon aan Wonderball. En ik weet niet wat voor een game het is. Het is volgens mij dat je een balletje schiet vanuit een potje. We kennen het wel een beetje. Het zijn een beetje Facebook-ID-games. Facebook-games eigenlijk. Wat we moeten doen is, we moeten alle rode balletjes verwijderen. Nou, we zien dus Swap to Aim. Wordt uitgelegd. We hebben een potje en daarin kunnen we een bal mikken. Zullen we dat eens even doen? We gaan proberen om de rode... Dat ging dus niet goed. Ik denk, ik ga hem weer kaatsen, maar dat gaat dus niet. Zo. Helaas raak ik alleen... Zo, huppakee. Mega scoren, jongens en meisjes. We hebben de mega scoren geunlocked. En dat betekent dat er allemaal ballen in één keer stuiteren. Oh, ik zie ook onderin, daar heb je ook meer punten en zo. We hebben 47.900 punten. En het level is voltooid. Is het niet van Broerkonijn? Of van... Oh, van Alice in Wonderland. Ah, ik snap het. Het vraagt om ingelogd te worden. Oké, vooruit, we gaan inloggen. Welkom, Vince Barietjes. We kunnen achievement punten verdienen. We kunnen achievements. Wat is dit? Het beertje. Hello, my friend. Bliksemschicht icoontjes. To activate my beer roar. Nou, zullen we dat eens doen? Zullen we die beer roar eens activeren? We schieten dan gewoon eventjes met ons potje op de beren. Roar. Oh! Oké. Dat was best eng. Oké, we doen het ook aan die kant. En zoals je weet wordt een spel altijd uitgelegd in het begin van het spel en zo. En onderin vallen dus de balletjes in de bepaalde gaten die dan voor extra punten zorgen. Level voltooid. Nou, dat is mooi. 3 sterren. Ik had het niet anders verwacht. Waarom werkt elk spel met 3 sterren? Waarom niet met 15 biljartbal of zo? Ik noem maar wat. A lucky shot in the bucket gives you a free ball. Als een balletje in het potje komt wat zo snel gaat... Als ik weet niet wat, krijg je dus een extra bal. Dat lukt ons dus gewoon nooit. Het zou echt toeval zijn als die... Ja, het balletje moet dan niet 5x5 meter zijn of het gat. Kijk, want zie je, dat was echt keiharde toeval. Ik zal ze op de beer roar schieten, ja? Dat is de beer roar, let op. Beer roar! Huppakee. En ik ga die ook daar proberen als het lukt. Denken jullie dat dit me gaat lukken als ik hem zo schiet? Ja! Beerar! En de balletjes vliegen in de rond. En komen in de puntentellingsschema. En we hebben 20.000 punten. We hebben best wel veel punten gehaald. 97.000. Level 4. Even kijken naar de map. We kunnen helemaal naar boven. Laten we eens kijken op die map. We gaan naar Egypte. We gaan naar een snoepfabriek. En we komen bij het kaartenhuis terecht. En we komen ineens van het kaarten Chinese thema naar een sneeuwthema van Frozen. En vanaf een Frozen thema gaan we door naar de tropische piraten thema. Waar we aankomen bij weer een kaartenhuis met een prins, een kikker dus, een villa. En dan gaan we door naar de savannas, naar het Afrika. Uitgekomen op een soort van donker, magisch toverveeland ofzo. Met snoepjes en paddenstoelhuisjes en door een veilig aankomen komen we in het Wilde Westen terecht met levende cactussen en Coming Soon. Dat is een heel mooi land, Coming Soon. Echt fantastisch. Oh, dus nu natuurlijk het nadeel dat we helemaal weer naar beneden moeten scrollen. 7 uur later. Yeah! Oh, dat was gaaf. Maar we hebben nog niet alle packs vernietigd. Ik had gewoon verwacht dat de beer zijn werk zou doen. Weet je wat? Ja! Dat is een hoge score. We hebben 135.000 punten. Zo. Wie is dat? Oh. Justin Bieber. Natuurlijk, Justin Bieber. Snap je hem? Haha. I'm Justin. Hit het bliksemschicht icoon blauw balletje. En get the super bucket. Super bucket? Wat is een super bucket? We gaan eens proberen. Ik wil de super bucket. Wow! Holy crap! En nog faal ik! En nog faal ik in die bucket. Oh my god. Ik vind het wel een nadeel dat je zeg maar 1 schot kan doen. 1 schot per keer. Vind je ook niet? Yes!
We hebben het gehaald. Dit was best nog wel best wel, vergeleken met de andere mappen, was dit nog wel best wel een pittige. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video? Geef vooral een duimpje omhoog. Gewoon een thumbs up alsjeblieft. Dat zou heel fijn zijn. Vergeet ook niet te abonneren in het midden van het scherm. Kijk eventjes. En dan zie ik je volgende keer terug bij de gratis apps. Een nieuwe app die we gaan proberen voor je mobiel. Of je tablet. Doei doeg!